kledij. De Hollandse kaas wordt alweer in grote hoeveelheden naar alle landen der aarde uitgevoerd. De scheepswerven zijn, voor zover de materiaalpositie dit toelaat, weer in volle actie. De kiel van dit 21.000 ton metende passagiersschip, dat onlangs te water werd gelaten, was reeds in 1939 gelegd en men is erin geslaagd het schip in de bezettingsjaren uit Duitse handen te houden. Koningin Wilhelmina ontvangen. Een boottocht door de pittoreske grachten van het Venetië van het Noorden volgde. Besloot hij zijn bezoek aan Amsterdam. Op waardige wijze heeft heel Nederland de grote Engelse staatsman dank gebracht voor zijn enorm aandeel in de uiteindelijke overwinning. De opbouw van leger en vloot heeft Hare Majesteits interesse. Regelmatig brengt ze bezoeken aan onderdelen van deze wapenen. En zo zien we haar hier aan boord van een torpedobootjager in ongedwongen gesprek met de bemanning. Ten slotte de opbouw van onze vernielde bruggen. Dit zijn beelden van de ruïnes die aan het einde van de oorlog waren overgebleven. Van onze langste spoorbrug, de brug die Noord- en Zuid-Nederland met elkaar verbindt. Met man en macht is er gewerkt om deze verbinding te herstellen. En met succes. Een jaar later reeds kon de brug worden heropend.
iets, dan is toch wel deze brug een machtig symbool van de kracht en de snelheid waarmee het herstel in Nederland voortgang vindt.